eindelijk was het weer begonnen. Tenminste, is dat het gevoel een beetje wat je hebt? Nou ja, absoluut. En als je natuurlijk naar klassiekers als het Omloop van het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen, daar hoort eigenlijk dan nog een beetje dit weer bij. Dus dat gevoel heb je dan inderdaad van het is echt begonnen. Vind je het mooi decor, regen, dat soort dingen? Ja, natuurlijk om te kijken is het natuurlijk prachtig om als het zonnetje schijnt en veel mensen langs de koers. Dat valt dan een beetje tegen vandaag, omdat het gewoon bar weer is. Maar je weet wel dat als je een wielerliefhebber bent, dan zie je graag iemand winnen met dit weer. Jij bent niet alleen liefhebber, je bent ploegleider met een redelijk vernieuwde ploeg. En je haalt hier een derde plek. Je ziet een paar renners goed rijden, dus wel tevredenheid, ja. Denk ik. Ja, zeker absoluut tevreden. We wisten wel dat deze wedstrijd kwam in de kalender niet heel erg gunstig uit. Wij zijn net terug uit het trainingskamp van 2 weken, waar we allemaal veel bergop hebben gereden. Dit is toch iets met veel snelheid en zo, dan mis je een beetje wedstrijdritme. En als je dan vandaag gewoon netjes derde wordt en met name overal in alle kopgroepen het best vertegenwoordigd was, dan denk ik dat we het goed hebben gedaan. En we weten ook dat zeg maar de echte piek rondom Vlaanderen en de Waalse Pijl en zo moet liggen voor de voorjaarsklassiekers. Nou, dat is Chantal Blaak, die wordt hier derde. Verrast jou dat? Lucinda Brand doet zo goed mee tot zover in de finale. Ja. Nou ja, Chantal heeft natuurlijk al laten zien in vorig jaar met haar 6e plek in Vlaanderen. En het jaar daarvoor ook dat ze in deze klassiekers echt heel goed tot terecht komt. Dus natuurlijk, daar ben ik blij mee. Het verbaast me niet, want ik denk echt dat zij de capaciteit heeft om uiteindelijk dit soort grote koersen te gaan winnen. En Lucinda maakt vandaag dat stapje waar we natuurlijk op hopen. Van een goede subtopper ineens meedoen om de echte prijzen. En zo lang mee met dit weer, deze omstandigheden in de kopgroep. Ja, dat is een fantastische stap vooruit. Nou, jullie ook een renster. Nou, hebben jullie ook een renster gehaald die niet alleen nationale, maar ook internationale top is. Kirsten Wild, die op de baan nu in ieder geval de zilveren medailles bij de Wereldbekers aan heenrijgt op de Omnium. Vandaag misschien iets meer van verwacht? Nou ja, weet je, wij kennen natuurlijk het verleden van Leontien, dat hij vaak moest omswitchen tussen baan en weg. Dus we weten ook dat dat moeilijk is. Dan praat je een beetje over baanbenen. En we weten dat in het hele traject richting het wereldkampioenschap in Apeldoorn, tot Kirsten dat belangrijker vindt als de weg. Ja, dan weet je dat je gewoon misschien op dit soort momenten een iets mindere Kirsten hebt dan je zou mogen verwachten. Ja, dat is ingecalculeerd. En ik denk doordat Kirsten erbij is, dat de andere renners ook weer meer kans krijgen om zich van voren te laten tonen. Kirsten blijft toch iemand waar andere grote rensters naar blijven kijken van goh, hè, moet ik op haar wachten of moeten we wel mee? Dus nou, op zich prima rol vandaag ook voor haar. Een absolute aanwinst. Ja, tuurlijk. In een goede Kirsten is goed voor 10, 15 koersen per jaar winnen. Dus die gaan er ook echt wel komen. Wie hier wint, dat is Emma Johansen, een oude bekende. Gun je het haar wel? Ja, nee, tuurlijk. Weet je, ik bedoel, je moet respect hebben voor de beste die wint. En dat was zij waarschijnlijk vandaag wel ook op de Kassei-Instroken. Alweer, trouwens? Ja, alweer. Dus we weten dat voor deze wedstrijd van Vlaanderen zo is zij echt wel een van de te kloppen rensters. Maar ja, ze heeft natuurlijk bij ons gereden. Dus ik respecteer haar zeker. Maar ik had liever dat we zelf hadden gewonnen. Ja. Over jullie ploeg. Je hebt een nieuwe ploeg. Je staat hier ook met de grootste bus van iedereen. Lijkt me ook wel een prettig gevoel. Ja, maar ja, goed. Uiteindelijk gaat het er wel om wie er met die bloemen staat te zwaaien. Maar nou goed, we willen graag de volgende stap zetten met de damesuurrennen. En we zijn heel professioneel bezig. De rensters zijn heel professioneel bezig. En daar hoort professioneel materiaal bij. En wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat we faciliteren dat het daar niets aan ontbreekt. En je zei al eerder vandaag tegen me, vorig seizoen had Chantal Blaak 6e plek Ronde van Vlaanderen, dat is hartstikke goed, maar het was misschien wisselvallig. Geldt dat misschien ook al eigenlijk voor de hele ploeg, dat jullie toch dit seizoen iets recht willen zetten? Ja, maar vorig jaar hadden we natuurlijk niet de toppers die we hebben aangetrokken van die we dit jaar hebben rijden. Een Borak of een Willemsen. Ja, dus, en die zijn er vandaag nog niet eens bij, die sluiten zich pas volgende week aan bij de ploeg. Dus ja, wij zijn ook aan de stand verplicht. We staan derde in de UCI-ranking. Dat we wedstrijden ook mee gaan doen om de overwinning. Sterker nog, dat we ook wedstrijden moeten gaan maken. En soms zullen moeten gaan controleren. Oké, nou, dankjewel. En provisie op met je derde plek. Ja, misschien. Ga ik nog even op een andere stoel verder. Ja, jij hebt je toch ook bij elkaar gewoon een beetje die koers gaat beginnen. Hoe sta je hier dan vanochtend? Weet je wel, iedereen maakt zich warm, het begint te regenen. Hoe sta jij hier? Nou ja, weet je, wij zijn de laatste weken zijn wij heel druk bezig geweest om alles in orde te krijgen. Dus vorig jaar reden we natuurlijk in het roze van Leontien.nl. Dit jaar alles in het blauw van de nieuwe ploeg met de nieuwe sponsor Hadrink.
En dan, daar wil je dan zien in op zo'n eerste dag of alles klopt. Of iedereen er netjes bij staat, dat het materiaal goed is. En dat is zo'n eerste test. Dus je ziet dan 's morgens een paar kleine dingetjes. Denk, oh, dat is nog niet helemaal goed. En, dus daar sta je als manager natuurlijk wel naar te kijken of dat klopt. En dan ben je gewoon blij op het moment dat het startschot valt. Tot dan echt die spanning van die hele winter eraf valt. En nou ja, dit is altijd een spannend moment. Maar dat is nu voorbij. En nu start er een motor. Ja, dat mag niet voor mij. Het is wel lawaaiig. Hey, gooi die hij kan niet op een scooter rijden of op een elektrische. Mooi. Nee, maar we kunnen natuurlijk zeveren over Belgische, Vlaamse romantiek en dat soort dingen. Maar volgens mij is het gewoon waar. Je kan 1000 jaar fietsen in Australië en Oman en ik weet niet wat voor Kirgizie voor mijn part. Maar hier begint het. Ja. De omloop, het volk. Ja, dat is traditie en dat is gewoon zo. En ja, weet je, ik denk ook dat in die landen fietsen, dat heeft ook tijd nodig. Dat we dat echt zeg maar, in de wielertraditie op gaan nemen. Dat duurt gewoon jaren. Maar voor jou, als de omloop begint, gaat het jouw bloed ook stromen, zeg maar? Ja, absoluut. Dan weet je dat het seizoen begint. Weet je, daar leeft iedereen heel de winter. Je bent blij als het wielerseizoen erop zit in oktober. En je bent ook weer zo heel erg blij dat het dan weer in het volk of in het nieuwsblad gebeurt, dat het weer begint. En ben je dan nerveus? Hoe zijn de renners? Zijn die net als jij? Of? Ja, ja, nee, natuurlijk, absoluut. In zo'n trainingskamp dan zie je ze maar elke dag tegen elkaar fietsen. Maar ja, uiteindelijk moeten ze tegen andere mensen fietsen. Dus dan ben je benieuwd van is ons niveau dan het niveau wat de wereldtop heeft? Of is de wereldtop waar ze tegen moeten concurreren nog beter? Dat zijn natuurlijk bepaalde spanningen. Maar vandaag hebben we wel gezien dat deze ploeg klaar is voor het seizoen hoor. Hoe zit je achter het stuur? Ja, ontspannen. En zeg maar vol enthousiasme. En laat de rest van het seizoen maar lekker snel komen. We zetten er 2 mee en dan op een gegeven moment zit Blaken bijna. Dan hoor ik dit naast me. Blaakje. Volgens mij is het niet sterk. Weet je wel, het speelt de hele tijd toch? Ja, maar je zit. Kijk, vandaag is een hele zware koers. En je ziet die meiden natuurlijk helemaal aftakelen. En in zo'n finale, daar is het niet meer een normale sprint. Daar is het niet meer een normale koers. Daar hebben ze zoveel geleden, zo koud. Is ze bevangen door de kou. Gok ze op het juiste wiel in de sprint. Ja, daar zit je daar. En als je er met de ploegleiderswagen zo dicht achter zit, dan leef je natuurlijk mee. En dan zou je het liefst in de oor blijven schreeuwen. Maar dat kan niet meer. En dus moeten we echt. Dan zit je natuurlijk met spanning van, goh, neem ze de juiste beslissingen en zo. Goed, en dat zie je natuurlijk, dat ze verliest vandaag van Emma en 2 wordt Andrea Bosman. Dat zijn natuurlijk wel rensters die een heel eind ouder zijn en deze situatie al veel vaker hebben meegemaakt. En dan vind ik dat we juist dit soort momenten voor onze jonge rensters, zoals Chantal en Lucinda, hebben we dit soort momenten nodig. Dat ze leren om een finale te rijden en ook nog eens leren om uiteindelijk voor de overwinning te moeten rijden. Als je het eind zag, het leek wel een veldrit geweest. Kunnen we begrijpen hoe kapot ze zijn gegaan? Nou ja, ik denk ik wel. Maar ja. Ja, mij. Nee, dan moet je volgens mij toch met dit weer gewoon eens volle bak gaan zitten fietsen. Nou ja, ze zijn hier ook voor getraind. Weet je? Ik bedoel, het ziet er natuurlijk heel heftig uit. Maar uiteindelijk, als ze onder de douche vandaan komen, dan herstelt het zich allemaal weer snel. Maar ja, goed, dit is wel waar je voor traint. Hier kan je ook laten zien dat je sterker en harder bent als je concurrentie.